Frans Timmermans, hartstochtelijk Roda-supporter. Wat is uw definitie van degradatievoetbal? Nou, het kost je iedere keer weer een paar jaar van je leven zo'n wedstrijd. Want iedere wedstrijd is anders, onvoorspelbaar. Spelers kunnen boven zichzelf uitstijgen. Het team kan als team spelen, maar het kan ook als los zand op het veld staan. En dan ga je er met een nulletje of vier vanaf, zoals in Den Haag gebeurde. Ja. We staan hier naast een mooie foto van Mark-Jan Vladeres. Die redden jullie 4 jaar geleden. Je zou zeggen, Roda heeft inmiddels wat ervaring, maar wint het ooit? Nee, dat wint helemaal niet. Sparta is bijzonder. Sparta heeft tegen Roda denk ik wel een trauma opgelopen in de afgelopen jaren. Stond eigenlijk einde reguliere speeltijd stonden ze met 1 been in de eredivisie. En dan schiet Mark-Jan er 2 in uit vrije trappen. Dat Sparta toen overkomen. We hebben op het kasteel dit seizoen ook niet slecht gespeeld. Je geeft alleen 2-0 voorsprong compleet onnodig weg. En dan maar eens kijken wat er vanavond gebeurt. Zweterige handjes op de tribune straks? Ja, ik vind het wel heel spannend hoor. Ik zou wel eens graag nu een seizoen hebben dat we niet tot de laatste speeldag moeten afwachten of we wel in de eredivisie blijven. Wat vindt u eigenlijk van de hele situatie rondom de club? Want rustig is die eigenlijk nooit. Nu weer een andere eigenaar, heel veel spelers. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, hoort wel ook een beetje bij de club hoor. Is altijd wel zo geweest. Ik hoop dat we nu met de nieuwe mede-eigenaar naar rustige vaarwater kunnen. We hikken al jaren tegen hetzelfde probleem aan. Je krijgt de begroting niet op een niveau waardoor je een stabiele eredivisieclub kan worden. Als je onder de 10 miljoen zit of rond de 10 miljoen in Nederland tegenwoordig, dan weet je dat je altijd het risico loopt te degraderen. Als we daar nou bovenuit kunnen komen de komende jaren, dan kan je er een stabiele eredivisieclub van maken. En dat is Roda eigenlijk in het verleden altijd geweest. En anders blijft het billen knijpen? Anders blijft het ieder jaar weer hetzelfde liedje. Ja. Dank u wel. Okay. Succes vanavond. Merci. Dank je wel. Dank voor je tijd.